De schuiflus onder de knie hebt, is de volgende stap het haken van lossen. Dat is eigenlijk wat je ook doet als je vinger haakt, als je dat vroeger ooit gedaan hebt. En het is heel eenvoudig en zit in bijna alle patronen. Soms worden lossen ook wel een losse ketting genoemd. Dat is, betekent alleen maar dat je een aantal lossen achter elkaar gemaakt hebt. En soms worden ze keer lossen genoemd. Dat is geen andere steek, maar dat zijn de lossen die je gebruikt om te keren. Dus raak daar niet in de war. Lossen, losse ketting, keer lossen. Allemaal dezelfde techniek die ik je ga leren in dit filmpje. Ik wens je veel kijkplezier en zoals altijd bij vragen weet je me te vinden. Als je schuiflus op je haaknaald zit, kun je lossen gaan haken. Er zijn heel erg veel verschillende manieren om een haaknaald vast te houden. Je kunt hem zo vasthouden zoals een pen. Je kunt hem ook zo vasthouden, zoals een mes. En er zijn vast nog meer variaties. Dat geldt ook voor het vasthouden van de draad die naar je bol zit. Sommige mensen weven die door hun vingers heen, andere mensen doen dat met minder vingers. Er zijn allerlei manieren voor. Er is niet één goede manier om het te doen. Wat belangrijk is, is dat je geen kramp in je handen krijgt. Dus kijk vooral van verschillende mensen, en dit is een beetje een tegenstrijdig advies misschien, maar. Van verschillende mensen filmpjes, dan krijg je een idee over hoe iedereen zijn uh, garen vasthoudt en dan kun jij experimenteren met wat voor jou het fijnst is. Ik heb het als volgt vast: ik heb mijn wijsvinger, daarmee hou ik de draad op spanning en ik hou met de andere vingers van mijn niet-dominante hand hou ik het werk vast. Nu is dat alleen nog maar een touwtje, straks wordt het natuurlijk veel meer om vast te houden. Wat je dan doet voor een losse is dat je de draad van achter naar voren over je haaknaald heen legt en dat je dan met het haakje van je haaknaald door de lus op je haaknaald heen gaat. Het ziet er misschien eenvoudig uit, maar als het echt de eerste keer is dat je een haaknaald vast hebt, dan kunnen er allerlei verschillende dingen gebeuren. Veel mensen houden de draad te strak. Waardoor hier het onmogelijk wordt om er met de haak en met nog een draadje doorheen te kunnen komen. Dus wat je eigenlijk doet, ik ga het even overdrijven. Is een soort van dans of een balans tussen met de ene hand je haaknaald omhoog trekken en met de andere hand die draad op spanning houden. Hoe hoog je moet trekken is een beetje afhankelijk van hoe dik je haaknaald is, hoe dik je materiaal is en. Uh, hoe strak je haakt, hoe strak je deze aantrekt. Maar je wil dat er genoeg ruimte is dat je haaknaald er met het draadje doorheen past. Maar je wil ook weer niet dat het hele rare grote lussen worden. Dan heb je gewoon een grotere haaknaald nodig. Dus dat is een balans, een spel tussen je ene hand en je andere hand. Verwacht niet dat dat er meteen automatisch. Regelmatig uit gaat zien. Net zoals bij schrijven als kind, als je weet hoe een letter moet, wil nog niet zeggen dat je steeds de letter op dezelfde manier maakt en dat het steeds mooi wordt. Maak je daar in het begin ook niet te druk over. Als het je eenmaal lukt om losse te haken, dus draad omslaan door de lus op de haaknaald, draad omslaan door de lus op de haaknaald, neem dan gerust een bol wol, een lekker kopje thee. En een luisterboek of een serie. En ga dit gewoon eens een half uurtje oefenen. Gewoon om te kijken hoe het gaat. Hoe lukt het jou om deze losse te maken? En hoe hou je je werk vast? Misschien vind jij het wel fijner om het zo vast te houden: alsof het een mes is in plaats van een pen. En misschien vind je het wel fijner. Om met je dominante hand het werk vast te houden. Ik merk dat ik dat niet kan, dan pak ik het toch ook weer met mijn non-dominante hand het vast. Misschien vind jij het wel fijner om je draad door allerlei vingers heen te leggen, of zo over een vinger heen te leggen, in plaats van dat je je wijsvinger zo in de kreukels houdt. Neem hier vooral echt even de tijd voor. Speel ermee. Zie er de lol van in. Het hoeft nog niks te worden. Um, we laten kinderen immers eerst ook allerlei rare schrijfoefeningen doen voordat ze echt aan de officiële woorden beginnen. En zo gaat het met haken ook.